Goedenavond, ik ben Boras Ercan, dat is mijn collega. Carmelien Vleugels. En wij zijn van de firma Hospital Logistics. Wij zitten nu hier omdat wij als bedrijf het nodig vonden om ons zeg maar, bij te scholen en om ook ons beter te kunnen profileren naar onze klanten onder de taalgrens. En daarom zitten wij hier. Ja, we hebben heel hard genoten van deze week. Het was echt een ongelooflijke ervaring. De lessen zijn zeer op maat gemaakt. Dus de leerkrachten proberen echt in te spelen op de situatie van de mensen. Ze zijn ook heel geduldig en leggen alles zeer goed uit. Als er fouten gemaakt worden, het is niet erg. Het wordt allemaal goed opgevangen. Ze proberen ook zoveel mogelijk in te spelen op de moeilijkheden van de student. Dus dat er extra oefeningen gemaakt worden of extra zaken worden opgepakt. Dus dat is echt zeer positief. Het is echt een onderdompeling in de Franse taal en in, ja, in de Waalse cultuur. En ik denk, het zijn niet alleen de lessen die dialoog zo goed, waardoor dialoog zo goed is. Het is ook echt, zoals mijn collega het al zei, een onderdompeling in de Franse taal en ook in de Franse cultuur. En daar spelen de gastheer en de gastvrouw Jean-Luc en Claudine een heel grote rol in. Niks is voor hun te veel. En elke avond opnieuw was het diner zeg maar, het hoogtepunt van de dag. Waarbij we ook via hun kennis hebben gemaakt met Franse cultuur, Frans eten en onder andere ook zeer goede Franse wijnen.